Als ik toegang heb tot iemands e-mail en ik weet niet het wachtwoord voor iemands Instagram of Facebook, dan vraag ik gewoon een nieuw wachtwoord aan. En waar komt die naartoe? Die komt naar het e-mailadres waar ik toegang heb. Dus met je e-mail kun je echt nagenoeg overal komen. Als digitaal analist ondersteun ik eigenlijk de rest van het team. Dus op het moment dat het in beslagname is, dan kijk ik naar de apparaat zoals een laptop of een camera of een telefoon. Dan kijk ik wat er af te halen valt. Stel ik haal een gespreksgeschiedenis naar voren, dan gaat dat naar andere analisten. Om echt te kijken, oké, met wie het wordt gepraat en waar gaat het over. Als voortvluchtige moet je denk ik heel goed nadenken wat alle apparaten zijn die je hebt, zeker tegenwoordig. Je hele uitstraling en gewoon hoe je eruit ziet, dat veranderen is ook behoorlijk effectief op het moment dat wij camerabeelden krijgen en we je niet eens kunnen herkennen. Dat zijn toch wel dingetjes waar we op stuk lopen.